Wist jij dat ik mijn Tesla kan besturen met deze controller? Het enige wat je hoeft te doen is even op deze Bluetooth-button drukken. Vervolgens leg je de controller hier neer en druk je op deze knop. En dan gaat het lampje branden. Ja, dan stap je dus uit. Doe je de deur dicht. En even kijken als het goed is. Als ik nu deze indruk, gaat hij naar voren. Ja, hij doet het! Oh, wacht, stop. Ja, en terug. Ja! Oké, okay, maar stop, stop! Oh. En nu toeteren. Oh. Wauw jongens, dit is zo vet! Ik ben echt blij dat het werkt.